X-Kwadraat, Vision & View. Met interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. The Vision of You. Voor onze volgende aflevering van Vision & View zijn we te gast bij de voordenkers in de bouwwereld. We zijn bij Mathieu Gijbels en ik heb een babbel met Loriana Allegrezza. Zij is zaakvoerster van Evolv. Dat ben je sinds september 2018 heb je dat opgericht. Ja, dat ja, en je bent hier ook marketingmanager. En ik praat ook met Herman Verwimp. Herman, jij bent vennoot binnen de vennootschap. En jij bent hier HR en marketing director. Ja. Klopt. Loriana, jij bent hier begonnen ter vervanging van een zwangerschapsverlof. Hoe ben je hier eigenlijk aan begonnen in de zin van, je komt hier als vreemde eend in de bijt en dan krijg je opeens wat briefing en zo. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Ja, eigenlijk gewoon met twee handen. Ja. Echt. Dus eigenlijk is zo inderdaad, ik ben hier binnengestapt als een vervanging van een voor een zwangerschapsverlof, ja. Hè? En ja, dat ging eigenlijk heel vlot. Ik had een bepaalde manier van werken. En dat ging supergoed. En we hebben eigenlijk een aantal stappen heel snel kunnen nemen. En dan is er een opportuniteit gekomen dat Herman me gevraagd heeft om eigenlijk verder te zetten. En zo hebben we dat gewoon stap voor stap, dag per dag gedaan. En dat loopt vandaag nog altijd heel goed. Ja, je moet dat dan aanpakken met... Op dat moment was het de bedoeling van een zwangerschapsverlof. Dus dat is dan meer een tijdelijk... Je bent nu ondertussen. Dat is heel goed meegevallen. En je bent dus hier nu ook... Allee, vast in dienst ben je niet. Nee. Dus op een zeker ogenblik moet je dan iemand gaan introduceren in een bedrijf dat niet haar eigen is. Is dat lastig? Nee, eigenlijk niet. Dat is bijzonder vlot gegaan. Dus we hebben wel een uitgesproken visie, een uitgesproken manier van werken. We hebben een beleid, een communicatiebeleid, een marketingbeleid in het bedrijf. Mm-hmm. En we kunnen dat ook makkelijk overbrengen. En daar stopt ook best wel wat tijd in. Op het ogenblik dat we nieuwe medewerkers hebben, overal in het bedrijf, stoppen heel veel tijd in de introductie. Mm-hmm. En zeker op het ogenblik dat je spreekt over de plek waar het over het DNA van het bedrijf gaat, onder andere in communicatie, je moet die cultuur 100% mee hebben. Anders ga je nooit snappen op welke manier dat we communiceren met klanten. Dan stop je daar nog eens extra tijd in. Mm-hmm. En nu de magie van de samenwerking tussen mensen, die ontstaat natuurlijk hoe snel dat DNA overspringt naar iemand anders. En dat is bij Loriana op het ogenblik dat we in die vervanging zaten, heel erg snel gebeurd. Dus naderhand, op het ogenblik dat we dan voor een vervanging stonden, dat we terug echt vooruit moesten gaan in een vaste relatie, hebben we heel snel de telefoon gepakt van Loriana. Are you ready? Er is een opportuniteit. Ja. En we zijn vertrokken. Je bent vertrokken. Dat was ook zo. Ja. Ja. Je had ook opnieuw iemand in dienst kunnen nemen. Hè? Dus in de meeste bedrijven werken zo. Dus ze gaan dan iemand in dienst nemen. En dan kom je dus als freelancer hier binnen. Waarom was de keuze dan... Om bij een freelancer te houden, en dat bedoel ik uiteraard in de meest positieve zin van het woord, hè? Waarom was die keuze dan? En niet te zeggen van, we gaan op de arbeidsmarkt iemand gaan zoeken? Ja, een paar dingen misschien. Hè? Als ik even eerst of al, het doet er eigenlijk niet toe in welk statuut dat je werkt. Of je nu bij ons arbeider bent, bediende of zelfstandige. Op het ogenblik dat je verbonden bent met het bedrijf en hier voluit aan onze missie en onze strategische doelstellingen meewerkt, doet het er echt niet toe hoe dat je hier bij ons samenwerkt. Mm-hmm. Dat is puntje één. Tweede puntje, we hebben snelheid kunnen maken, omdat we natuurlijk al die ganse inloop hebben gehad met Loriana. Derde puntje, is op het ogenblik dat je met iemand samenwerkt die ook op andere plekken komt, krijg je opnieuw een bevruchting. Mm-hmm. En zoals dat voor Loriana waarschijnlijk gaat gebeuren naar haar andere klanten door hier samen te werken met ons, gaat er een stukje bevruchting komen naar die andere klanten, maar evengoed gebeurt dat naar onze kant. Dus hoe breder dat je kijkt, en wij promoten heel sterk de professionele nieuwsgierigheid in ons bedrijf, hoe breder dat je kijkt, hoe meer return dat je gaat krijgen. Ja. Dus het heeft eigenlijk alleen maar voordelen als je bereid bent om los te komen van dat vaste dienstverband en in staat bent als bedrijf om een stukje te delen. Je wilt niet gewoon al die kennis behouden. Je laat dat ook maar naar die andere plekken gaan. Niet naar onze collega's, hè. Ja, maar wel naar andere
naar andere bedrijven die op die manier weer kunnen groeien. Dat is fantastisch meegepakt. En het vierde punt, toch ook niet onbelangrijk, op het ogenblik dat we ergens capaciteit tekort komen, dat we ergens een momentum hebben, zeggen van, we raken er niet door. Dan heb je op het moment dat je kiest voor mensen in vast dienstverband, een beperking. Dan moet je het echt doen met de uren die er dan zijn. Door nu samen te werken met Logiana en de mensen van Evolve, hebben we de mogelijkheid om andere collega's, of andere medewerkers van Evolve in te schakelen. En dat gebeurt op het ogenblik dat we echt even met een overflow zitten. Dan zien we hier Marwa komen, vandaag is Jeta hier aan het werk. Ja, dat is fantastisch. We hebben op een heel flexibele manier kunnen we onze marketingcapaciteit uit gaan breiden. Ja. Nu, die bevruchting, ik snap het wel. Dus jij neemt dingen van hier mee eventueel naar de niet-collega's wanneer je naar een ander bedrijf. En misschien zijn er ook dingen die je dan naar hier kan brengen, waar je bij andere bedrijven. Maar hoe krijg je dat behapt? Want je moet telkens opnieuw een ander petje opzetten. Dat sowieso. Dus je krijgt hier een bepaald verhaal, je krijgt daar een bepaald verhaal. Dus dan moet je toch ook over enorm veel creativiteit beschikken, denk ik dan, om zowel dit verhaal als die andere verhalen te vertellen. Hoe pak je dat aan? Ook weer, hoe pak ik dat aan? Dat is een goede vraag. Nu, door hier structureel aanwezig te zijn, pak ik inderdaad een aantal dingen mee. En van andere klanten doen we dat ook. Maar ja, hoe pak ik dat aan? Dat is een goede vraag. Maar toen sta je misschien zelf op van hoe gaan we de dag vandaag doorgeraken? Ik werk hele lange dagen, dat klopt. Ja. Ik ben heel gepassioneerd. Voor alle partners waarmee we samenwerken. En vandaag loopt dat supergoed. Maar dat heeft echt te maken met een bepaalde inzet. En dat is omdat ik het gewoon heel graag doe. Mm-hmm. Hier bij Mathieu Gijbels krijg ik kansen die ik eigenlijk op andere plekken nooit heb gehad. Dus mm-hmm. Ik pik overal die graantjes mee en ik pak alles met twee handen vast. En dat is eigenlijk een antwoord. En hoe ik dat doe, ja, echt waar, keihard werken. Ja, maar je schakelt nu ook al andere mensen binnen. En heeft dat dan ook telkens te maken met marketing gebeuren? Ja. Dus bij Evolve, wat we doen, is eigenlijk, we hebben een bepaalde methodiek. Hè? Dat is een beetje ons paradepaardje. We kijken altijd vanuit sales. Dan gaan we marketing en communicatie daaraan vasthangen. Dat is eigenlijk ons SMC-plan. Mm-hmm. Dat is hoe ik gestart ben. Maar hoe onze business eigenlijk gedraaid is, dat is eigenlijk dat we marketingmanagers op afroep creëren. En dat zijn business stylists. Dus we gaan altijd vanuit een strategie, maar de uitvoering daarvan, dat wordt inderdaad door mijn collega's gedaan. Mm-hmm. Er zijn er nu 7, die eigenlijk niet hetzelfde als ik doe, maar wel de plannen en de strategieën die ik neerleg en de creativiteit, zij voeren die eigenlijk uit bij verschillende bedrijven. Mm-hmm. Ja. Vandaag is dat bijvoorbeeld hier Etel, onze marketeer hier, die vast in dienst is bij Mathieu Gijbels, die stuur ik eigenlijk op dezelfde manier aan. Ah, ja. Dus Herman heeft de visie. Ja. En Herman, zoals hij zegt, van kijk, die is ook heel duidelijk bij Mathieu Gijbels, dat is ook gemakkelijk om te zeggen van kijk, die weg moeten we uit. Dus ik zeg altijd, Herman is een visionair. Ik zorg dat die visie omgezet wordt in een plan. En dan hebben we iemand gelijk Etel die alles van A tot Z uitvoert. En zo functioneren we eigenlijk binnen dit bedrijf. Ja, vind je best wel een aanrader, ook voor andere bedrijven, om eventueel eens met out-of-the-box mensen binnen te halen, waardoor dat je ook weer nieuwe input krijgt en die kruisbestuiving dan alweer. Hè? Ja. Nu, jullie hebben voor grote uitdagingen gestaan. We zitten nog steeds in niet makkelijke tijden. Jij werkt effectief volgens een sales, marketing en communicatieplan. Hoe moeilijk is dat dan? Ik ga heel eventjes jullie beiden een beurt eventjes aan het woord laten om daar een visie in te vinden. Ja, misschien beginnen op het ogenblik dat je in een crisis terechtkomt. En die crisis die heeft gigantisch hard toegeslaan. Ligt een groot gedeelte van de redding van bedrijven in een doorgedreven focus op sales en communicatie. En je marketingbeleid, dat is er. Als dat er niet is, dan heb je natuurlijk een achterstand. Dan moet je daar snel aan beginnen te werken. Mm-hmm. Als je niet instant schakelt op verkoop en niet instant schakelt om duidelijk intern en extern te communiceren wat je wel gaat doen en hoe je die problemen gaat aanpakken, dan laat die gigantische kans liggen. En dat hebben wij bijzonder snel gedaan. En ik denk
tot nu toe redelijk goed in ons bedrijf. En ja, dat maakt op dit ogenblik dat de mensen nog altijd in de rust zitten, vooral onze eigen medewerkers. We hebben geen ongerustheid gehad, maar geen dramatische ongerustheid. We hebben heel veel gecommuniceerd met de mensen. We hebben direct gecommuniceerd naar de klanten, naar de bestaande klanten, naar potentiële klanten. En vandaag zijn we nog altijd in business en goed in business. Dus wat dat betreft is dit de ultieme kans om te bewijzen hoe belangrijk sales en communicatie zijn. Dus vandaag gaan beknotten op die twee elementen in je organisatie. Ja, dat is volgens mij een volgende versnelling richting problemen. Ja. Je krijgt natuurlijk hiermee te maken bij Mathieu Gijbels. Dus je zit dan daar, aangezien je nog voor meerdere bedrijven werkt, was dat daar ook zo. Het moeten toch hectische tijden ook voor jou geweest zijn, om dat gecombineerd te krijgen? Heel erg, want ja, ik zat als startende ondernemer, weet ik dat die eerste dag van de lockdown, voor mij, dat was, ik denk dat ik juist geen traan gelaten heb om me sterk te houden. Ja, maar toen ben we hebben allemaal tranen gelaten hoor. Maar toen moet ik wel zeggen, toen zat ik hier in dit bedrijf en toen zei Herman ook van, je moet je geen zorgen maken. Dus dat was voor mij al één, ik kon al terug ademhalen, waardoor ik eigenlijk de energie heb gekregen om ook te kijken van, goed, hoe kan ik hier nu verder in gaan? Dus dat moet ik ook wel even zeggen, dat voor mij, ik ga dat nooit vergeten, van, maak u geen zorgen, hier werken we eigenlijk full force verder en als het moet, kunnen we ook extra capaciteit voor u voorzien. Dus daar heb ik goed adem gehad. Natuurlijk waren er sectoren voor ons die volledig wegvielen. Evenementsector en de reissector waren twee grote klanten, vielen volledig weg. Maar wat hier dan was binnen dit bedrijf, van kijk goed, we gaan onze ellebogen uitstrekken en we gaan blijven op een goede manier blijven communiceren. En daar hebben we eigenlijk gezien dat ook bij andere klanten dat we dat advies ook gaven en die eigenlijk ook volledig zijn meegegaan. Mm-hmm. En dat heeft eigenlijk voor Evolve ook een echte upsell geweest. Goed, blijven communiceren in de sectoren waar het mogelijk was. Ja. Persoon in de reissector die zei echt van, ja goed, ik kan niks meer doen. Die had geen perspectief, maar voor bedrijven waar er perspectief was, daar is het principe van sales, marketing en communicatie. En nu moet je meer dan ooit verkopen, anders komt je inderdaad, zoals Herman zegt, in de problemen. Ja. En dat hebben we ook gedaan. En dan hebben we ook extra mensen aangeworven. Ja, je bent gegroeid. Ik vind het zo geweldig. Nee, dat meen ik echt. Ja, maar je bent nog sterk gegroeid in die tijd. Ja, dus ik vind dat echt wel, vind ik echt wel geweldig. Goed, waar ligt nu voor jullie de toekomst? Welke uitdaging? Waar staan jullie nu voor? Als bedrijf enerzijds en communicatie, ik denk dat het een beetje gaat samenlopen, denk jij niet? Dat de communicatie... Ja, het komt voor het ander, het is een beetje kip en ei. Waar staan wij voor? Wij staan voor opnieuw een uitdagend jaar. Dus je hebt in de bouwsector een T-effect, een uitgesteld effect op zijn laadcyclus. Er gebeurt iets in de economie. Je bent projecten aan het uitrollen, aan het uitvoeren. En de impact van een crisis ga je pas 6 tot 9 maanden later voelen. Mm-hmm. Dus wat we gedaan hebben nu de afgelopen periode is heel hard zitten werken om te voorkomen dat we die terugval zouden krijgen. Mm-hmm. Dus we hebben nu, morgen hebben wij een raad van bestuur. We kijken naar 2021. En dat ziet er eigenlijk, houd vast houden, behoorlijk goed uit. Ja. Dus we hebben opnieuw het traject ingezet richting groei. Ja. We zijn goed aan het werken, goed onderbouwd. Maar opnieuw, dat is 2021. In die ganse oefening hebben we vooruitgekeken naar 2022. Wat zien we op dit ogenblik aan potentiële kandidaten die willen investeren? Zien we gebeuren in de markt? Op welke manier reageren onze verschillende klantensegmenten? Dat zien we in de goede richting gaan. Dus wij, als Mathieu Gijbels dan, wij geloven erin dat met ons businessmodel, met de aanpak, met de strategie die we volgen, dat we ook in de volgende jaren echt op het goede pad zitten. Mm-hmm. Nu, wat betreft communicatie, dat wordt alleen maar plezanter. Ja. Dus wij gaan, hetgeen dat wij doen, is vandaag heel sterk digitaal georiënteerd. Daar zijn jullie ook sterk in, denk ik, hè? In de digitale concepten. Ja. 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 Ja.
Ja, en dat gaat alleen veel dat verder gaat nog sterker worden, hè? Ja, en dat is, als je dan kijkt naar ons Intel, dit is echt dat is spelen met alles wat social is, maar ook die volgende stap, de ganse communicatie vanuit die digitale kant durven bekijken, ja, dat wordt vandaag fantastisch. En de volgende jaren gaat dat nog knallen. En je ziet dat zo gebeuren. Dus we hebben zo de plannen al klaar, we weten wat we gaan doen. We weten wat we willen doen en misschien zijn we daar pas in 2022 of 2023, dat zien we wel. Ja, maar we hebben wel de mogelijkheden. Dat is fijn in een bedrijf zoals Mathieu Gijbels, dat er een visie is. Hè? Ja. En dat je die gewoon systematisch kunt uitrollen. Daar krijg ik persoonlijk heel veel energie van. Dat geloof ik. Er is iets op lange termijn. Het geloof in marketing en communicatie is in dit huis heel sterk aanwezig. Dat is nog niet zo in alle bedrijven. Dat is wel een feit. Maar hier is dat zoals Herman zegt, dat is een plezier. We weten waar we naartoe willen. Die weg is nog niet volledig uitgestippeld. Maar we weten wel waar we naartoe willen. Wat de richting is. En dat maakt het enorm boeiend. En inderdaad, de capaciteit om het dan uit te werken, dat is voor mij dan inderdaad als marketingmanager hier heel gemakkelijk om te zeggen van oei, we hebben veel werk op de plank, dit krijgen we niet gedaan. Hier komt even iemand van een andere business stylist die Etel dan meehelpt naar het uitvoerende. Dat maakt het super gemakkelijk, waardoor we de doelen ook kunnen bereiken. En dan kunnen we altijd in onderhandeling gaan met Herman. Ja. Dus dat is inderdaad ook fijn. Ook plus natuurlijk het feit dat jij ook nog eens een team ter beschikking hebt. Ja, zij is hier marketingmanager, maar kan een team inschakelen vanaf het moment dat de nood hoog is. Wanneer er echt een acuut probleem is of een acute communicatie nodig is, dan kan dat ingeschakeld worden. En ze weet ook hoe ik werk. We zijn heel goed op elkaar afgestemd. Ja. Maar de business stylist bij Evolve, ik leid daar eigenlijk op dezelfde manier. Dus die weten perfect waar de lat ligt. Dus dat is heel gemakkelijk. Ze zijn ook eigenlijk heel goed op de hoogte van wat er hier gebeurt. Want hier gebeurt heel veel. En ik brief dat eigenlijk ook altijd mee door. Dus dat maakt het wel gemakkelijk. Okay. Kunnen snel schakelen. Ja. Ja, vind ik wel een positieve noot om mee te eindigen. Herman, Loriana, ontzettend bedankt dat jullie het huis hebben opengesteld voor ons en straks ook voor de mensen die dit gaan bekijken. Voor iedereen die dit filmpje gezien heeft, bedankt voor het kijken. Onze volgende aflevering van Vision & View, daar gaan we het bedrijf voorstellen dat het eerste Europees kwaliteitslabel heeft gekregen. Van X-kwadraat. Wie dat wordt en waarom dat ze dat gekregen hebben, dat krijgen jullie dan in dat verhaal te horen. Stay tuned.